Hallo, welkom. Leuk dat je kijkt. Ik heb weer een aantal nieuwe filmpjes opgenomen met tips over het publiek. Ja, het publiek is heel belangrijk en veel mensen vinden het soms lastig om voor het publiek te staan. Dat hoeft het helemaal niet te zijn. Dus ik ga je een paar tips geven waardoor jij je hopelijk meer op je gemak voelt als jij voor het publiek staat. Als je deze tips volgt, als je hieraan denkt, zal het een stuk makkelijker worden om je verhaal te vertellen aan een groter publiek. Veel plezier, veel succes met de tips. Hier is tip 2. Als je publiek er zit, dan is het eigenlijk je grootste supporter. Want je publiek wil dat jij slaagt, dat jij het goed doet, dat ze genieten van wat jij te vertellen hebt. En daardoor zijn ze altijd heel erg geïnteresseerd als jij het vertellen bent. Dan kijken ze naar je. Oh, en in plaats van dat je dan denkt, oh jee, ze zullen wel denken. Nee, ze zijn nieuwsgierig, zoals ik net al heb gezegd in het eerste tip van het publiek. Ze willen graag weten wat je te vertellen hebt. En ze willen dat je slaagt. Dus daarom hangen ze aan je lippen. En op het moment dat jij gaat stamelen, of je denkt, nou, ik weet het niet zo goed, je gaat een beetje om je heen kijken en zo, dan doet het publiek met je mee. Want ze willen niet dat jij merkt, dat zij merken dat je je niet zo lekker voelt. Dus dan gaan ze ook eventjes aan de kant kijken en zo. En zodra jij dan weer gericht bent, dan zullen zij zich ook weer op jou richten. Want ze willen dat je slaagt. Als jij vol enthousiasme je verhaal vertelt en je bent heel gericht bezig, dan zullen ze aan je lippen gekluisterd blijven. Dus probeer gericht te blijven. Zeg tegen het publiek wat je te vertellen hebt. Wees enthousiast. En ze willen dat je slaagt. Daar zitten ze voor. Ze steunen jou om jouw verhaal zo goed mogelijk te vertellen. Helemaal top. Weer zo'n succesgevoel als je dan klaar bent met je verhaal. Zo, en als je nu denkt, goh, dat is interessant. Ja, ik wil er wel meer van weten. Ik wil eigenlijk iets vertellen. Ik heb een verhaal, ik heb een lezing, ik heb een idee over iets wat ik wil doen. Maar in mijn eentje vind ik het een beetje lastig. Nou, mail me dan naar dit e-mailadres info@gebarenrijk.nl. En ik mail jou terug en we kunnen eens kijken wat ik voor jou kan betekenen. Kan ik je misschien helpen met iets? Of kan ik je tips geven? Kan ik je begeleiden met de stappen van het verhaal naar de presentatie? Naar hoe presenteer ik met lichaamshouding, mimiek, stem en doeltreffende gebaren? Ja, ik hoop dat je daar iets aan hebt. Dat je contact opneemt als je denkt, lijkt me leuk. Daar wil ik iets in doen. Tot ziens!